Zullen we nog postje koffertjes nemen? Mogen wij nog Nee, daar kunnen we niet aan beginnen hoor. Met je, we hebben afgesproken bij het Japanse restaurant. Oh, ga ik daar dan in het Japans? Dat weet heb je beloofd, hè? Want je weet niet wat je krijgt, Beb. Misschien hele vreemde dingen. Dat is heel origineel, Aai. Wij gaan naar het Japanse restaurant. Nou, ik ga het liever nog even hier papieren. Jij gaat mee, dat heb ik beloofd. En dan gaan we naartoe. Nou, Beb, moet dat het nou per se wachten? Dat is heel speciaal, Aai. Nou, Beb, ik ben er bezorgd. Ik geloof dat liever... Goed, maar weet je? Doe nou niet alles hoe tegen strijd. Zeker, ik ga veel hier. Ja, ik kom, Beb. Oké. Ja, maar volgens mij zijn ze nog aan het verbouwen. Kom, Beb. Nee. Kom nou hier, Aai. We gaan weg, we kunnen bij oma koken en ook lekkere ballen maken. Nee, wie weet wat je allemaal naar binnen geschoven krijgt. Nee, dat is heel spannend, juist. Is heel spannend, zo. O jee, kijk nou. Heb er een de wipziek erover? Nee, dat moeten wij ook doen. Een beetje last van mijn rug, hè? Maar als hij het doet, moet wij het ook doen. Jawel, maar daar springen mijn bretels los. Niet kwaan, Sonny, vaak niet aan Rotsie aan van. Zou je dat even kunnen herhalen? Mi sang for mi ka te auro van. Wat zou die zeggen? Ja, dat weet ik niet. Nou, wacht, ik heb hoe en wat in het Japans bij me. Wacht even hoor. Nou, van, hè, zei hij. Hoor je me van? Of wij gereserveerd hebben? Ja, dat hebben wij. Oh, wij hebben gereserveerd. Oh, dat verstaat hij niet. Wacht even. Gereserveerd. Hier heb ik hem. Toen was het in de Wilt u dat nog een keer herhalen? Ja, ik spreek ook uw taal. Hartelijk welkom in Japans restaurant. Oh, hoor nou, wat leuk, wat leuk. Wij gaan beginnen met jassen uittrekken. Oh jassen uittrekken, wat leuk. Doe even, Ben. Wat spannend dat. Ja, dat wordt gezellig, dat voel je nou ook natuurlijk, hè. Dat wordt gezellig. Want u krijgt kimono. Kimono! In Japan hebben ze nog geen stereo natuurlijk, hè. Aantrekken. Wat een rare lappentoestand hebben. Geef u maar juist. Ik kijk eigenlijk naar de. Gaat het, hè? Ja, ik geloof dat ik erin zit nou, hè? Oh, hij staat je hartstikke leuk. Heel leuk, Ben. Ja. Of vind je mij? Nou, vind jou ook heel leuk staan, hoor. Ja. Dank je wel, hè? Ja, alles wat gek is, dat staat jou goed, hè? Oké. Lekker maar. Zonder jas aan tafel, Beb. Ik houd netjes, hè. Maar kimono, lekker makkelijk. Lekker makkelijk. Wil u nu schoenen uitdoen? Schoenen? Oh, daar heb ik niet op gerekend, hoor. Nee, ja, daar heb ik niet op gerekend, eigenlijk. Nou ja, goed, oké. En u krijgt een muiltjes aan. Japanse muiltjes aan. Oh, Beb, wat heb je toch een grote muil. Kijk eens even. Lekker makkelijk. Oh, wat leuk. Ja, gezellig, hè. Lekker makkelijk. Ai, kijk, zo. Helemaal leuk. Nou, wat staat dat leuk, hè. Op muiltjes. Oké, okay, leuk. Hoi. Hoi. Oké, de bal. Nee, ik ga niet zonder schoen aan de tafel, hè. Ik ben er klaar voor. Klaar? Ja. Lekker makkelijk? Lekker makkelijk, ja. Kom u maar naar tafel. Ach, kijk nou toch. Zitten aan tafel. Lekker laag. Lekker makkelijk. Wat een klein tafeltje, hè, Ben. Zeker een klein tafeltje. Oh ja, omdat hij zo klein is, hebben ze het natuurlijk op een verhoging gezet, hè. Zo doen ze. Op de kussen zitten aan de tafel. Lekker makkelijk. De groene. Gaat u zitten. Gewoon. Laat u vallen. Laat u vallen. Thank you.
even doorsmeren en olie verversen, hè? Zeg. Wat even doen, ze? Lekker. Niet echt dat je zegt. Vooruit te gaan, hè? Zit op mijn franje, zei. Ja. Hè. Zeg, waar zou die onechte Barbiepop gebleven zijn? Weet je wat, ik geloof nou, dat ik hier eventjes op mijn ramme haaien. Daar komt hij. Op die gong? Zo'n gong is dat. Oh, daar gaan we, Beb. Zo, ik geloof dat het journaal gaat beginnen, Beb. Oh, kijk, daar komt Fred Emmer al. Hallo, Fred. U zit lekker makkelijk. Nou, laten we het daar maar niet over hebben. Wij eten nu hartelijk welkom. Mogen eten, strelen u dan. Oh ja, hij gaat een zoen over. Nee. Oh. U krijgt een menukaart. Menukaart. Als je menukaart. Als het niet. Zo. Beb, kijk nou. Er staan alleen maar cijfertjes in je menukaart. Zie je dat? Raar, hè? Zeg, chauffeur, er staan alleen maar... Er staan alleen maar getallen hier zo in de... Dat is vreemd. 1000 maal excuses. Ah, 1 keer is genoeg, joh. Ben gek. Onze grote menukaart zijn nog bij drukkerij. Ah. Dit zijn alleen maar kaart met nummertjes. U meenoemen nummertje, ja? Ik u vertellen gerecht. Maar dat weten wij natuurlijk niet wat. Ik kan u misschien een paar... indigesties geven dat het welk nummer een beetje te gek is, zou ik maar zeggen. Ik doe suggestie. Ja. U weet en wil wat lekker is. Ja, dat zullen wij wel weten. Ik u zal zeggen. Ja. Nummer 16. 16. Hebben wij, ja. 18. 18. 22. Ja. 27. Nee. 32. Bingo! Auto, hè, Ben? Nee. Dat komt goed uit, dit keer. Dat is niet bingo. Niet bingo? Ik heb ze allemaal. Nee. Duizendmaal excuses u mee moeten zeggen, nummer. En ik u vertellen welk gerecht daarbij horen. Ah, op die manier. Ja. Ik vind 36 vind ik wel lekker uit. 36, ga je dat doen? Zal ik gewoon 36, een beetje doorgebakken? Ja. Bij 36. 36, dat is boerenkool. Boerenkool? Boerenkool. En 48 dan? Zuurkool. Zuurkool? En 59? Ertensoep. Maar dat is toch helemaal niet Japans, meneer? Natuurlijk, helemaal geen Japans. Wij in Japan ook wel weten wat lekker is. Japans, ja. Grapje. Zeg. Hij weet ook wel wat lekker is, maar zover wou ik niet gaan, hoor, Beb. Nee, maar zou jij hem niet kunnen vragen of die speciale Japanse dingen hebt of zo? Mijn vrouw wil graag weten of hij een Japans ding hebt. Dat vraagt Beb niet. Heeft Japans, hè? Japanse dingen. Oh, kom je in? Ik u kan aanbevelen onigiri. Onigiri? Oh. Is dat een Japanse ziekte of zo? Onigiri is voorgerecht Japanse rijstballetjes. Oh, dat lijkt mij wel wat. Ja. Rijstballetjes. En wil u dan onigiri gewoon voor 3 gulden? Of onigiri speciaal voor 3,50 gulden? Mag ik even vragen wat het is verschil? Beb, doet u niet zo dom, dat hoor je toch? Verschillen tot 2 kwartjes, dat hoor je toch? Doet u maar die rijstballen en voor mij dan speciaal en voor Beb gewoon. Nee, voor mij ook speciaal. Jij neemt gewoon. Gewoon in speciaal. En wat komt er dan nog meer? Dan ik u nog kan aanbevelen. Noto ya soko. Is dat ver rijden? Noto yasuko zijn gebakken vogelnestjes. Oh, gebakken, die nee. Neem ik. Neem nou geen gebakken vogel. Misschien krijg je een heel ooievaarsnest. Dat krijg je niet op. Nee, doe maar geen vogelnest. Geen. Halen wij door. Halen we door. Wat heb je nog meer? Grote Japanse specialiteit zijn sukoyaki. Wie? Sukoyaki. Sukoyaki. Alle soorten vlees met mihon, tahoe en chitsakue zeewier.
zei. Nou, ik weet niet waar het over gaat. Ik zou zeggen, gooi het maar op een bord, zoeken we het zelf wel uit. Ja, dat doen wij. Lijkt mij het lekkerste. Okay. Alles door elkaar. Alles door elkaar. We pakken een menukaart. Als je menukaart. Ik brengen. Ja, natuurlijk. Nou, dan wachten wij af, Beb, wat er nou gaat komen, hè? Ja. Gezellig bloemetje. Bertus, de rijstballetjes, ik heb hier een paar maloten en die willen sukoyaki. En die willen het hele zootje door elkaar, zeggen ze. Maak jij dat even in orde? Oké. Zeg, hallo, chauffeur. U praat nou ineens Nederlands, hè? Ja, kok en in keuken zijn Hollander. Zoveel makkelijker. Japans grapje. Zo, ben ik even blij dat hij een eigen show heeft. En dan hier, zakken. Wat? Zakken. We moeten zakken, hè? Ja. Nee. Nee. Drankje heet een zakken. Oh. Aperitief. Oh, wat leuk, een drank. Drank in een zakje, wat leuk. Ja, ik ben ook benieuwd wat ik gewezen heb. Wie? Onigiri. Oh, oh. Alsjeblieft. Onigiri, Beb. En de onigiri, ja? Speciaal voor meneer. Kijk eens, alsjeblieft. Oh, dat ziet er wel even ontsmakelijk uit, hè, Beb? Zo. Hallo, chauffeur. Er is geen vork en mes moeten we nog hebben. Moeten we alles eten met de stokjes. Alles met de stokjes? Oh, kijk, Mikado, Beb. Leuk, Mikado. Ik heb hem. Ja, u bent. Nee, dat zijn geen Mikado. Dat zijn stokjes om mee te eten. Ja, geef u mij maar stokje. Ik u laten zien. U pak dat tussenvinger en dan zo oppakken en eten. U ziet en niets aanraken met de handen. Alleen met de stokjes. Oh. Smakelijk eten. Dat maken we zelf wel uit natuurlijk. Nou, dat zou me... Ja, dat zou me een klap geven, Beb. Dat wordt natuurlijk... Haven, Beb, haven. Heb je hem? Wat gebeurt? De ballen vielen op de grond. Doe maar gewoon weer in het potje. U kunt hier van de grond eten, doen de muizen ook. Japans grapje. Nou, ik eet die ballen gewoon met mijn hand, Beb. Dat vind ik helemaal goed. Nee, doe dat, dat mag je niet doen. Je hebt gehoord wat die meneer heeft gezegd. Je mag alleen maar met stokjes eten, niet met je handen eraan zitten. Doe dan een keer niet zo onsportief, hè. Ja. Vrij flauw, dat ik vind het flauw. Ik vind het flauw. Ik doe een beetje zout. Nee, niet met je handen. Met stokjes moet je dat. Ik hoop dat dat zoutvaartje toch niet met stokjes te pakken, dan ga je er gewoon... Dat heeft die meneer gezegd, je mag niet met je handen nergens aan zitten, hoor. Toevallig. Ja, zit nou. Gaat het goed? Gooi je weer al dat zout te eten? Nou ja, ik prummel het wel een beetje door. Je moet er toch iets van eten, hè, Beb? Ik ben toch. Lekker smaken. Ja, een beetje zout was het. Heb je nog wat bloemenwater? Ik moet even naar de pipi, Beb. Waar is hier de pipi? Pipi? Nou, gewoon de pipi van de... Wat is de pipi? De pipi en de poepoe en de gewoon de dingen. Oh, afdeling heren. Afdeling heren. Zijn om het toekie. Die zijn om het toekie. Oh, mijn toekie. Om het toekie. Oké. Daar om het toekie. Je moet zo terug hebben. Ja, hij. Mevrouw. Wil je lekker eten? Ja, het is
is weer eens wat anders. Smaakt lekker, hè? Ja. Maak er even bij nog. Wat is? Ben je snel terug, hè? Nee, ik mag nog. Ik was mijn kokjes vergeten.